Heidelberger Catechismus, zondag 5. Aangezien wij dan, vraag 12, naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor we deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomen betalen. Maar kunnen wij door onszelf betalen? In geenerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meer. Kan ook ergens een gewoon schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. En ten andere, zo kan ook geen gewoon schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat moeten we dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen. Dat is een middelaar die tegelijk ook waarachtig God is. Laatste keer in de catechismus stonden we stil zo bij vraag 10 en vraag 11. Vraag 10, daar gaat het over die rechtvaardige toren van God over de zonde. En dan gaat vraag 11 daarop in van ja, die toren van God, maar de Heer is toch ook barmhartig? En dan gaat vraag 11 erop in, die zegt ja, de Heer is zeker barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Zijn barmhartigheid gaat nooit ten koste van zijn rechtvaardigheid. God handhaaft ook zijn rechtvaardigheid. Barmhartigheid en genade is maar niet van de Heere ziet het maar even door de vingers. De Heere doet er gelukkig niet al te moeilijk over. Dat doet God wel. Hij ziet geen ene zonde door de vingers. Als je zo genade en barmhartigheid uitlegt, is dat echt een misverstand. God neemt de zonde voluit ernstig. Die blijven staan. Gods rechtvaardigheid eist genoegdoening. Er is schuld, zegt vraag 12. En die schuld die moet betaald worden. En als je zo terugkijkt, die afgelopen zondagen 3 en 4. En ook vanavond zondag 5. Ik kan me voorstellen als je al die vragen zo op een rijtje ziet staan en zo even doorkijkt. Ja, dan kan het misschien wel een beetje wat theoretisch overkomen. Vragen waar wij nou zelf niet zo gauw aan zouden denken. Dat je van ja, waarom moet dat hier allemaal zo uitgespit worden, zou je bijna zeggen. Toch is het geen theorie. Uiteindelijk monden al deze vragen uit, want daar wil de catechismus ons hebben, bij vraag 18. Daar is het uiteindelijk op gespitst. Laten we dat in het oog houden ook vanavond. Anders zou je erin verdwalen van, ja, waarom moet het hier allemaal over gaan? Wat is de zin en wat is het nut? Nou, uiteindelijk is het gericht op vraag 18. Wie is deze middelaar? Onze Heere Jezus Christus. Dat moeten we in het oog houden. Daar is uiteindelijk, zijn die vragen van zondag 4 en 5 allemaal op gericht. Alleen nogmaals kun je wel afvragen, ja maar voordat we dan bij vraag 18 zijn, waarom moet je dan zo'n lange aanloop nemen om daar te komen? Moeten daar nou zoveel stappen voor gezet worden? Had bij vraag 8 bijvoorbeeld niet gewoon kort kunnen staan, ja wij, tenzij wij door Christus verlost worden. Dan was hij er toch ook gelijk. Wij moeten door Christus verlost worden. Dan sla je 10 vragen over. Want nou zit je voor dat je bij vraag 18 bent, van 8 tot 18. Waarom moeten al die 10 tussenvragen dan ook nog allemaal gesteld worden? Is dat nou zo nodig?
En toch moet ik zeggen vanavond, het zijn bepaald geen overbodige vragen die hier allemaal aan de orde komen. Sterker, juist deze vragen van 8 tot 18 behoren ten diepste tot de kern van de leer van de verzoening. Het zijn bijna de belangrijkste vragen van de catechismus. Juist deze vragen. Waarvan we zouden zeggen, nou gaat daar zomaar even doorheen, bij wijze van spreken. Waarom zijn juist die vragen 8 tot 18 dan zo geweldig belangrijk? Omdat het daar gaat over de verzoening door voldoening. Dit raakt nota bene het hart van het christelijk geloof. Het gaat zeker niet over bijzaken. Vraag 8 en 9 en 10 en 11 en 12 en ga maar door. Het gaat zeker niet over bijzaken. Het raakt regelrecht de hoofdzaak. De noodzaak van verzoening. De noodzaak van het kruis. Het gaat over het hart van het christelijk geloof. Dat moet je in je hoofd houden als je al deze vragen zo bekijkt. Soms wordt wel gezegd, ja, maar de leer, goed, de leer, dat is niet zo belangrijk. Het gaat erom, wat kun je ermee in het dagelijkse leven? Al dat getheoretiseerd, waar is dat nou voor nodig? De leer is saai en waarom zou je het ingewikkeld moeten maken? Je moet gewoon eenvoudig de Bijbel lezen en niet zo moeilijk doen. En zo denken niet alleen jongeren, ook ouderen hoor ik hier en daar wel eens. Van, ja, die catechismus ook, ja, u vindt dat toch wel een beetje moeilijk. En dan moet dat nou echt, waarom kunnen we niet eenvoudig gewoon de Bijbel open doen en zo? Laat die leer maar zitten. Kijk uit. Deze vragen vanavond gaan maar niet over kleine dingen. Het raakt de verzoening door voldoening. Maar ik ben bang dat er een heel aantal zijn die niet eens weten verstandelijk wat nou de diepe betekenis en de noodzaak van verzoening is. Kun je dat zeggen? Wat nou die verzoening echt inhoudt? En waarom dat nou echt nodig is? Kun je zeggen, waarom moest Christus dan betalen? Kun je daar een antwoord op geven? Waarom moest Christus dat doen? En waarom kon niemand anders dat dan doen? Kun je daar een antwoord op geven? En waar bestaat die voldoening dan in? Waar gaat dat dan om? Wat houdt dat dan in? Dit zijn de grootste vragen. Maar ik vrees dat er zijn die het eens verstandelijk weten. Laat staan bij ervaring. En gemeente, kijk uit, want zonder een gezonde leer is er geen gezond geestelijk leven mogelijk. Simpel voorbeeld, iemand die in zijn auto gaat rijden en hij kent zijn theorie niet, die maakt de grootste ongelukken. En zo is het ook in het geloofsleven. Als de geloofsleer niet helder is, geen gezonde leer. Ik zeg dat er geen geestelijk leven kan zijn, maar het maakt je zwak, geestelijk. En het kwakkelt. Waarom moest de Heer Jezus dan lijden en sterven? Ja, om de zonde te vergeven. Als dat nou het enige is, dat ene zinnetje, dat je er verder eigenlijk niks over kunt zeggen dan dat algemene zinnetje om de zonde te vergeven, dat is wel heel weinig. Als je niet weet waar het nou werkelijk om gaat, dan één algemeen zinnetje. Wat het nou werkelijk inhoudt. Wat betekent Christus nou voor mij? Geef daar nou eens antwoord op. Waarom is hij dan voor jou, voor u zo noodzakelijk? Zeg het eens. Waarom is Christus voor u noodzakelijk? Waarom is hij voor u dierbaar? Kun je daar wat over zeggen? Waarom moest hij mens worden? Kun je daar wat over zeggen? Waarom moest hij sterven aan het kruis? Wat betekent dat voor u? Waarom moest hij betalen? Om te zeggen, weet ik niet.
We zitten nogmaals vanavond in deze vragen. Die toegegeven op het eerste misschien wel theoretisch overkomen. Maar we zitten hier echt bij het hart van het christelijk geloof. Het raakt de verzoening door voldoening. En als we hier in een stilzwijgen moeten blijven, dan bouwen we ons geestelijk huis op zand. En dat is wel het laatste wat je moet doen. Op vage ideeën en vage veronderstellingen. Vanavond. Allemaal vragen. Als de Heer in je leven gaat werken, weet je waar het mee begint? Dan krijg je heel veel vragen. Zolang je zomaar als een nette kerkganger gedachteloos de Bijbel leest, gedachteloos bidt, gedachteloos in de kerkbank zit. Dat gebeurt, hè? Dat gebeurt. En dat kun je 80 jaar volhouden. Gedachteloos lezen, gedachteloos bidden, gedachteloos in de kerk. Als de Heer gaat werken, dan ben je niet meer gedachteloos. Dan krijg je opeens heel veel vragen. En er komt onrust. Wees blij als je heel veel vragen hebt gekregen. Dat is een goed teken. Wat moet ik doen om zalig te worden? Dat is een vraag. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is een vraag. Zijn deze en zulke soort vragen ons nou gaan bezighouden? Ons achtervolgen, want het gaan niet zomaar wetenswaardigheden. Hier hangt mijn ziel en zaligheid aan. Vraag 12. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God, tijdelijke en eeuwige straf, verdiend hebben. Hier is iemand aan het woord die het met God eens is geworden. Die zegt, ik heb die straf verdiend. En dat is een heel groot wonder. Als iemand het met God eens is geworden. Want dat is eigenlijk het laatste wat we willen. Met God eens worden, God gelijk gaan geven. Dat is het laatste wat we willen. Voorbeelden? Adam. Toen Adam gezondigd had. En de Heere kwam naar hem toe. En die zei, Adam, Adam. Wat heb je gedaan? Die vrouw. En wat zei Eva? Heere, ik heb gezondigd. De slang. Ze wilde God niet gelijk geven. Ze wilde overeind blijven. En geen schuldenaar worden voor God. Afschuiven. Ontkennen. Flauwe uitvluchten. Maar niet eerlijk zeggen, ik erken mijn schuld. David. Bathsheba. Uria. Ik hoef verder niks te zeggen. Maar wat had David het moeilijk om nou eerlijk te worden voor zichzelf en voor God. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Hij kon het maar niet over zijn lippen krijgen. Hij zweeg. Hij zweeg. Elke avond ging hij netjes op zijn knieën. Na die moord en na dat overspel. Ik geloof niet dat hij zomaar in bed is gestapt. Hij heeft elke avond gebeden zonder eerlijk te worden voor God. Hoe bestaat het? En misschien herken je het wel. Misschien herken je het wel. Elke avond netjes bidden zonder werkelijk eerlijk te worden voor God. Toen moest Nathan er aan te pas komen en gij zijt die man. En toen brak hij. Toen brak hij. Eindelijk. Ik wil maar zeggen, wat heeft de Heer er vaak een werk aan? Om ons eerlijk te maken voor God. Wat hier staat in vraag
12. Wij hebben zo de neiging om weer het tegen te spreken. Maar zijn wij God gelijk gaan geven? Aangezien wij dan naar het rechtvaardige oordeel van God, tijdelijke en eeuwige straf, verdiend hebben. Opdat alle mond gestopt wordt. Mijn tegenspreken en mijn uitvlucht en mijn dit, dat wil ik niet meer. Eerlijk geworden. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijk een eeuwige straf verdiend hebben. Dat was genade. Als je zo ver gekomen bent. Een plaats waar wij zelf niet komen. We lopen eromheen en we lopen weg. Totdat de Heere ons daar zelf brengt. De genade van de eerlijkheid. Maar de Heere wil ons daar brengen. Heere, breng u mij daar. Waar ik zelf niet komen kan. Breek u mijn opstandige, eigen gerechtige hart. Laat mij niet langer doorgaan in mijn onwilligheid en in mijn verzet. Heere, word mij te sterk. Buig mij, breek mij. Soms wordt wel eens voorgesteld alsof je zonde beleiden, alsof dat ja, niet zo moeilijk is. Hè? Een soort drie-stappenplan. Je moet de Heere je zonde beleiden. Dat is stap 1. En de tweede plaats, nou, moet je geloven dat de Heere je zonde wil vergeven. Stap 3, gefeliciteerd, u bent ook gelovig. Hè? Een soort drie-stappenplan, dat moet je gewoon. Wat is dat een misverstand? 1, je zonde beleiden. Dat verzet. Want het bedenken des vlees. Wat een tekst, hè? Want het bedenken des vlees. Is vijandschap. Tegen God. Opstandigheid. Want het onderwerpt zich aan de wet van God niet. Dat zit in mijn hart. Het onderwerpt zich aan zijn oordeel niet. Wat een genade als de Heere deze stad, dat bolwerk van opstand en verzet, inneemt. Overwint. En wij eerlijk worden en aan Gods kant gaan staan. Want dan laat de Heer je daar niet liggen. Voor eerlijke mensen komt er ruimte. Want dan gaat de catechismus verder. Is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan? Lees dat niet verkeerd trouwens. Hier is niet iemand aan het woord die er als het ware onderuit wil komen. Is er toch nog een opening dat ik deze straf kan ontgaan? Als je het zo leest, dan lees je het verkeerd. Kan ik er toch nog op een of andere manier onderuit komen? Ja, als kleine jongen, als ik vroeger thuis had uitgehaald, dan werd ik naar bed gestuurd. Ga naar boven, zei mijn moeder. Ga naar boven. Nou, dan zat ik boven. Dat vond je niet fijn natuurlijk. Dus na 5 minuten ging ik weer naar beneden. En dan zei ik met een plechtig gezicht tegen moeder, ik heb er spijt van. Dat had ik helemaal niet natuurlijk, maar als die straf zat, ik wilde weer naar beneden. En dan zei ik, maar ik heb er spijt van. Het was alleen maar om aan die straf te ontkomen. Maar ik meende er weinig van. Het spijt me. Maar zo is het hier niet. Als hij hier zegt, is er nog een middel om die straf te ontgaan? Hij wil dat het weer goed komt tussen God en hem. Het is niet die straf, maar hoe komt het nou goed tussen God en mij? Dat is anders, hè? Niet, hoe kom ik toch nog misschien ter nauwe nood van die straf af? Nee, hoe komt het goed tussen God en mij? Dat is wat anders. Dat ik weer mag leven met de Heer. Zoals het was voordat de zonde in de wereld kwam.
Hoe kan ik wel leven in liefde met God, verzoend met God, in harmonie met God? Wederom tot genade komen. Dus niet maar van hoe word ik van die straf verlost, maar hoe word ik weer een vriend en een metgezel van God? Dat die relatie, laat ik het zo maar zeggen, dat de omgang weer hersteld wordt. Zo moet je deze vraag lezen. Dat het weer goed is tussen de Heer en mij. Zou je het willen? Zit je daar eens over na te denken? Hoe komt het nou weer goed tussen de Heer en mij? Niet hoe kom ik van die straf af. Hoe komt het goed tussen God en mij? Heer, ik zou zo graag weer dicht bij u willen leven. Het vriendelijk licht van uw aangezicht weer willen zien. Nou, als dat je vraag is, dan is er ook een antwoord. Heer, ik kan niet meer zonder u. Ik heb u lief. Ik wil graag bij u zijn. Wonderlijk, hè? Schuldbesef en tegelijkertijd een verlangen om weer bij de Heer teruggebracht te worden in zijn gemeenschap. Van een weggelopen, maar weer teruggaan. Niet langer weglopen, maar teruggaan. Zo moet je deze vraag lezen. Ik wil niet meer langer verder weglopen. Net als die verloren zoon. Ik wil weer terug naar mijn vader. Dat is eigenlijk wat hieronder zit. Naar de Heer toegetrokken worden. Want hij doet het, hij doet het. Hij is het die trekt met onzichtbare touwen van liefde. Droefheid over de schuld. Maar wel een droefheid naar God. Een droefheid die bij God brengt. Is er nog een weg en een middel om die straf te ontgaan? Nou is dat hier voor de catechismus geen vraag. Of dat wel kan. Geen vraag of het wel goed kan komen. Want kijk eens, in zondag 1 stond al heel helder het antwoord op deze vraag. In zondag 1, dat Jezus voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Dus het is niet iemand die hier nou helemaal niks van weet. Van hoe zou het nog kunnen? Want heeft de vraag 1 al helder beleden dat Jezus voor al zijn zonden volkomen betaald heeft. In deze vraag gaat het dus niet over of het kan, maar hoe het kan. Is er nog een weg en een middel om die straf te ontgaan? Stel nou voor als er had gestaan. Nee. Er is geen weg en er is geen middel. Het is verloren. Dat had er wel moeten staan. Hè? Wij vinden het zo gewoon dat er niet staat. Maar eigenlijk had daar gewoon nee moeten staan. Is er nog een weg? Nee. Ik zeg het daarom omdat we zouden beseffen, enigermate, wat het voor Christus is geweest toen hij daar in Gethsemane zo heeft geleden en gestreden. Want toen heeft hij als borg voor zijn kerk eigenlijk dezelfde vraag gesteld. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Vader, in het mooie is er nog een middel om die straf te ontgaan. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En toen kreeg Christus als antwoord, nee. Ik laat die drinkbeker, lieve zoon, niet voorbij gaan. Maar je zult hem drinken. Tot op de bodem, de laatste bittere druppel. En de zoon was ook zeer gewillig. Leg het niet uit dat hij niet gewillig was. Ik ga hier verder niet op in. Maar het is wel voor hem zo'n worsteling geweest. Om de toorn van God te dragen en de schuld van zijn kerk te verzoenen. Hij heeft willen doen. Wat hier in vraag 12 staat. Er moet betaald worden. Er moet betaald worden. Stel nou voor, je hebt die bekende crimineel, Ridwan Taghi.
18 mensen vermoord. Een van de grootste criminelen uit Nederland. En stel nou voor dat die Ridouan voor de rechter staat en hij barst in tranen uit. En hij snikt en ik heb er zo'n spijt van, ik had dit nooit moeten doen. Enzovoort. En de rechter die zegt, meneer Taghi, ik vind het zo mooi dat u berouw hebt. U mag naar huis. Ik weet zeker, heel Nederland zal op stelte staan. Dit kan niet. Dit is grof onrecht. Als deze grote crimineel zomaar omdat hij zegt, ik heb er spijt van, zegt, nou gaat dan maar naar huis. Ik denk dat die rechter binnen de kortste keren afgezet zou worden. Waarom? Nou, deze man heeft zoveel op zijn geweten. Deze man verdient straf. En geen kleine ook. Die rechter moet rechtvaardig zijn. Hij moet het recht handhaven. Als hij zo'n crimineel zomaar naar huis laat gaan, dan is het wel een aardige man, die rechter. Maar is die voor rechter totaal ongeschikt. Want dit is onrecht. Er moet betaald worden. Er moeten dingen rechtgezet worden. Maar wat wij van anderen eisen, dat geldt ook voor ons. Er moet betaald worden. Laat het duidelijk zijn. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomen betalen. Als je kijkt naar de vraag en dat antwoord, een beetje merkwaardig. Er wordt een vraag, is er nog een weg in de middel? Er staat er geen ja en er staat geen nee. Het antwoord wordt als het ware uitgesteld. Dat laatste antwoord komt eigenlijk pas in vraag 18. Wie is deze middelaar? Het duurt nog 6 vragen voordat werkelijk het antwoord komt. Maar die 6 vragen zijn bepaald niet overbodig. Die zijn nodig om ons iets te laten beseffen van het mysterie van verzoening en van genade. De onuitsprekelijke waarde van de genade, om dat een klein beetje te proberen duidelijk te maken. Daarom moeten al die vragen daartussen ook aan de orde komen. Dat we zalig kunnen worden is wel zo'n onzegbaar groot machtig wonder. Wij weten dat aan de ene kant bijna te goed, hè? Hij zegt, ja, ik hoor het allemaal, maar dat weet ik allemaal al lang. Dat weet je niet. Anders zou je er niet zo makkelijk over praten. Want als je weet over wat voor grote gewichtige zaken het gaat, die we tot in eeuwigheid nooit kunnen peilen, dan zul je nooit meer zeggen, ja, dat weet ik allemaal al ongeveer. Heere, leer mij al die dingen meer te bewonderen en te doorgronden en te aanbidden. In de middeleeuwen was er een geleerde, Anselmus van Canterbury. Hij schreef een boekje, Waarom God mens werd. En dat is een heel bekend boekje geworden. Omdat daarin voor het eerst in de kerkgeschiedenis de leer van de verzoening door voldoening als het ware is uitgewerkt. Hebben Augustinus en bij anderen kom je in preken ook zo wel wat opmerkingen tegen en zo. Maar hij heeft voor het eerst als het ware in een boek dat een beetje uitgewerkt. De leer van de verzoening door voldoening. En dat boekje is geschreven in de vorm van een samenspraak. Van een vader, een abt, een kloostervader met een van de jongere kloosterbroeders. En is die jongere met zijn meerdere, met zijn kloostervader in gesprek. En op een gegeven moment, dan zegt die jonge kloosterbroeder tegen zijn vader, is natuurlijk de middeleeuwen, 1200. Ja, maar is het dat wij nou zo'n zware straf moeten ondergaan, is dat nou eigenlijk toch niet te erg? Dat wij voor eeuwig verloren zouden moeten gaan. Maar dat is toch een te erge straf. We hebben best straf verdiend. Maar zo'n straf dat wij voor eeuwig verloren moeten gaan, is die straf niet te zwaar? En dan komt het antwoord. Dan kijkt die
vader hem aan. En die zegt ernstig: je hebt nog niet genoeg overwogen van welk een gewicht de zonde is. Want als wij enigermate gaan beseffen het gewicht van de zonde, dan zullen wij beseffen dat die straf rechtvaardig is. Kijk, als je blind bent voor je schuld, heb je ook geen behoefte om het goed te maken. Als de Heer je wakker schudt en je gaat zien, als ik zo doorga, dan ga ik verloren. Ja, dan ga je je best doen. Jongens, het moet anders in mijn leven. Het roer moet om, toch? Het moet om in mijn leven. Het moet veranderen. Je gaat niet meer uit. En je komt trouwen naar de kerk en je gaat meer bidden en meer Bijbel lezen en misschien minder op je telefoon en noem zomaar zulke soort dingen nog meer op. En ongemerkt door al die verbeteringen kun je denken, nou misschien kan ik het zo toch nog weer goed maken. Of in ieder geval een beetje goed maken. Ik moet niet op de oude toer, want dat gaat helemaal fout. Ik moet proberen serieus te worden en ik moet ernstig worden en hopelijk met Gods genade kom ik er toch nog zo weer uit. Nou is het altijd goed natuurlijk als je leven betert. Maar denk niet dat je ermee kunt betalen wat de catechismus hier zegt. Hè. Wij kunnen niet betalen. Nog erger, er staat achter, wij kunnen de schuld alleen maar elke dag nog meer maken. Nooit minder. Alleen meer. Ik word elke dag een grotere zondaar. Juist als de Heer gaat werken en schijnen met zijn geest in je hart en leven. Dan ga je steeds meer overal de dingen zien. De zonde en het bederf en het verkeerde. Waar je er vroeger geen erg in had en waar je het nooit had gezocht, bij wijze van spreken. Bunyan die zegt in zijn heilige oorlog, heb je een heer nat oog. De man die heel veel tranen heeft van berouw. Maar dan zegt hij, zelfs mijn tranen moeten nog gewassen worden. Dat zie je wel heel scherp. Die zag zelfs vuil in zijn tranen. Zelfs die tranen moeten nog gewassen worden. Ik kan het nooit meer goed maken. Alleen maar bederven. En ook niemand anders kan mij helpen. Vraag 14. Kan ook iemand anders voor mij betalen? Nee. En hoe langer ik hierover nadenk, het steeds meer tot me doordringt. Dat als het van mij afhangt, zalig worden onmogelijk is. Er is er maar één die betalen kan. En dan is niemand anders dan Jezus Christus. De catechismus noemt hem hier nog niet. Maar hij is wel in aantocht. En in deze adventstijd mogen wij van hem horen. Hij was in aantocht, dat is advent. Hè? De Heere is in aantocht. Een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Die middelaar, hij is een kind, zegt Jesaja 9. Dat is wat, een kind. Tegelijk de sterke God. Waarachtig God, waarachtig mens. Jesaja 9. Een kind en tegelijk de sterke God. Een vader der eeuwigheid. Dat pasgeboren kind van Bethlehem. Tegelijk de vader der eeuwigheid. Waarachtig God, waarachtig mens. Die betalen kan en die betalen zal. En dan moet ik denken om maar een beetje te illustreren aan een verhaal wat ik een keer las. Over dat betalen. Het was in Rusland in de tijd van het tsaren. En tsaar Nicolaas de Eerste. En die had een hele goede vriend, die tsaar Nicolaas de Eerste. Maar die stierf jong en die had één zoon. En die tsaar Nicolaas was zo bewogen met die jongen die alleen achterbleef. Dus hij zorgde ervoor toen die jongen opgroeide dat hij een goede positie kreeg in het leger. Hij moest in een vesting, was die aangesteld voor de financiën. Een hoge functie om bij een militaire vesting de financiën te behartigen.
En daar verdienen die goed mee. Maar ja, wat gebeurt er? Die jongen raakt gokverslaafd. Dus dat geld vliegt eruit. En op een gegeven moment heeft hij zulke schulden. En wat gaat hij doen? Hij gaat in de boekhouding zitten knoeien. Om zo'n geld weg te sluizen. Om zo'n gokschulden. Maar hij werkt er steeds dieper het moeras in. Hè? Het geld gaat als water de deur uit. En zo gaat het maar door. Maanden, maanden, maanden. Maar dan op een dag krijgt hij een brief. Volgende week. Kascontrole. Dan moeten de boeken op tafel komen. Financiële verantwoording. En hij schrikt zich wild. Want hij voelt, nu zak ik door de mand. En in paniek. Hij pakt al die kasboeken en dan gaat zitten tellen en zitten rekenen hoe groot die schuld is. Ja, en als hij het dan allemaal opgeteld heeft, dan is dat wel zo'n duizelingwekkend bedrag. En hij schreef onder bedrag, wie kan ooit deze schuld betalen? En hij was zo wanhopig, hij dacht, ik maak een eind aan mijn leven. Hij pakte zijn revolver, die legde die op tafel. Het was al nacht en hij zat nog eens te kijken, nog eens te rekenen. Kan ik het nog goed maken? Ik kan het nooit meer goed maken. Kan iemand anders mee helpen? Niemand anders kan mee helpen. Ik moet er maar een eind aan maken. Maar ja, dat zag hij toch ook niet zitten. En zo zat hij heel de nacht in zijn angst. En op een gegeven moment sukkelde hij in slaap. En wat gebeurde er? De tsaar had de gewoonte om soms onverwacht ergens bij het leger op bezoek te komen. En die nacht kwam hij onverwacht daar aan. En hij ziet in een kamertje licht branden. En hij gaat er naartoe en doet de deur open. En die soldaat die zit daar in slaap. Hij ziet daar die papieren op tafel en hij ziet die revolver. En hij kijkt. En hij leest dat papier. Wie kan deze schuld betalen? En dan ziet hij revolver. En hij begrijpt het. En eerst is hij boos en wil hij hem laten arresteren. Maar dan opeens, dan bedenkt hij zich. En hij pakt de pen en zet er één woord onder. En loopt dan heel zachtjes die kamer uit. Een paar uur later wordt die jongeman wakker. En hij weet gelijk weer vandaag. Maar dan zit hij op tafel en hij kijkt naar dat papier en dan ziet hij opeens, wat staat daar? Wie kan deze grote schuld betalen? En er staat wat onder, Nicolaas 1. De tsaar, de keizer, de keizer. Hij ontdekte dat het handschrift van de keizer van Rusland zelf was. De tsaar was bereid om zijn onmetelijke schuld te betalen. En hij geloofde het. En hij vertrouwde hem. Want het was niemand minder dan die tsaar zelf die daar zijn eigen naam onder had geschreven. En voor die tsaar die schatrijk was, was deze kwestie maar een kleinigheid. Hij hoefde er alleen maar zijn naam onder te zetten en het werd geregeld. Maar onze Heere Jezus Christus, om een schuld te betalen waar deze schuld bij in het niet zonk. Wat heeft het hem onuitsprekelijk veel gekost? Dat zullen wij nooit kunnen bevatten. Het kost hem zijn leven. En nu hebben wij in dit boek de handtekening van God. Dat hij onze schuld op zich wil nemen. Als hier vanavond iemand zit, net als die jongen, wie kan zo'n grote schuld betalen? Dan zegt hij, ik. Zijn naam staat in dit boek geschreven. Hij is bereid om jouw schuld op zich te nemen. En hij heeft willen betalen. Als wij net als die jongen hem op zijn woord vertrouwen.
Dat is eigenlijk heel eenvoudig, maar vanavond met over de preek spreken. Dat laat ik het eens een keer op deze manier wat duidelijk maken. Wat vraag op zondag 5 ons wil leren. Wij kunnen het zelf niet goed maken. Maar wij hoeven het ook zelf niet goed te maken. Er is een lam. Toen Abraham en Isaac de berg opgingen. Waar Isaac geofferd werd. Vader, waar is het lam? Mijn zoon, God zal zelf een lam ten brandoffer voorzien. God zorgt zelf voor het lam met een hoofdletter. Dat is het evangelie in één enkele zin. God heeft zelf voor een lam gezorgd. En als je dan het lam mag kennen, als je in al je schuld en verlorenheid tot dat lam je toevlucht hebt genomen en steeds weer tot dat lam die toevlucht neemt, overdenk hoeveel je hem verschuldigd bent. Overdenk waar hij je van verlost heeft. Overdenk wat het hem gekost heeft, die zware toren van God gedragen. Overdenk wat het die zaligmaker heeft gekost. Opdat het in je hart zou gaan zingen. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank. En eer.